Ik wil alleen maar huilen. Laat dat verdriet maar gewoon helemaal, helemaal door je heen gaan. Blijf maar. Dan haal je dat label eraf dat het verdriet is. Het is gewoon giga-energie. Wil je dat ik een heel klein stukje zeg hierover? Oké. Wat er gebeurde, zonder in het verhaal te schieten, is dat je een heel oud patroon in jezelf tegenkomt, vertel je. En het overkomt je, dus schiet die poef uit zonder dat je daar enige controle op hebt. En dat zijn de dingen die je ontmoet in ontwaken. Alles wat tussen jou en vrijheid zit, dat komt krachtiger dan ooit naar boven. En dat gebeurt. En in wezen is het de uitnodiging van het leven om te voelen wat hier de diepte van is. En de diepte is in wezen verdriet en pijn. In het nu. We kunnen er wel een oud verhaal aan hangen, maar het is er nu. En dat wil omarmd worden. Gevoeld. Gezien. En dat het er simpelweg mag zijn. Ook de dingen. Niet fijn, maar ze zijn er. En dan zeg je sorry. Maar in de onderlaag van waar het die poef dingen vandaan komen, daar zit waarschijnlijk een hele andere emotie. En dat is deze. En wat wij met de emoties doen, is meestal daar houden of ze in verpakkingen weggooien. En dan is dat het, klaar. En ontwaken is het zo omarmen van wat zich aandient aan emotie. Jeff Foster heeft altijd een hele mooie metafoor van er is een gevoel en dat belt aan. Je doet open en je denkt, er zit zo'n klein bibberend kindje staan en je denkt, oh nee, niet nu. Het is niet de tijd. Ik moet eerst televisie kijken, ik moet eten, ik moet werken. Dat zullen die er wel niet van zeggen. En ik heb het alweer, alweer dat dreinende kind, alweer dat verdriet. Gaan we niet doen. En het enige wat het kind wil, is dat je het vasthoudt, omarmt, dat het er mag zijn. En het mag. En eigenlijk is er niet eens toestemming nodig. Het is er al. En dat meisje belt. Oh. Ja. En die wil omarmd worden. Zodat het kan smelten. Smelten, smelten, smelten.
Ja, het is zo. Ik heb er ook last van dat ik iemand anders dan daarmee pijn doe. Omdat het gewoon niet te controleren is. Het is gewoon niet te controleren. Wanneer doe je iemand anders pijn? Ja. Vanuit je eigen pijn. Ja. Anders is er nada behoefte om iemand pijn te doen. Het is onmacht om te gaan met. En of je de ander pijn doet of niet, dat is aan de ander. Dat is werkelijk aan de ander. Dat wat bij mij, bij de anderen binnenkomt, is van de ander. Wat op persoonlijk niveau niet betekent dat je niet sorry zegt of weet je, dat je je verhoudt. Maar in wezen is dat wat in de buitenwereld hier spiegelt en het zou mij of wie dan ook maar overhoop halen, dan is dat een stuk van mij. Jouw rijkwijde is niet verder dan zo, om jou heen. Mijne is niet verder dan dit. Al het andere wat aankomt bij wie dan ook, als dat van jou aankomt bij mij, dan is het van mij. Wat jij doet en wat je voelt daarin, dat is jouw pijn. En dat uit elkaar leren houden is zo verhelderend. Ja. Ja. En zeker ook in relaties, vriendschappen en in alles. En we hebben allemaal van die trekjes, hè. Vergis je niet, we hebben allemaal van die dingen. Maar ze leren voelen dat het voortkomt uit pijn, uit eigen woede of uit eigen angst. Of uit eigen onmacht om met de situatie om te gaan. En daar de bijbehorende emotie bij voelen. Dat maakt dat het smelt. En natuurlijk hebben we dan op persoonlijk niveau, zeg je dan, oh sorry, dat had ik niet zo bedoeld. Nou, misschien komt het aan bij de ander, misschien helemaal niet. Dat is niet van jou. Daar kun je echt niets aan doen. Met dit meisje wat aanbelt en wat onmacht heeft op situaties of pijn. En dat pof doet. Die wil gezien worden. Dat is een prachtige uitnodiging. Om de deur open te zetten. En het hart wagenwijd open te zetten voor dit kind. Die emotie. Wat ervaar je nu? Nou, het is nog winderig, zou ik maar zeggen. Het tintelt nog overal, maar het is wel rustig. Oké. Ja. Kan je het laten zijn? Ik kan het laten zijn, ja. Mooi. Zullen we nog even naar terug? En hou je hart open voor dit meisje, voor deze emotie. Want die wil zo graag gezien worden. Als dingen in heftigheid naar buiten komen, dan is het te lang daar gehouden. En het wil deze. Het is goed. Het is goed om pijn te hebben, het is goed om boos te zijn, het is goed om onmacht te voelen, allemaal. Ik wist niet dat het er was. Ja. Maar ik denk dat je het wel kent, deze. Ja, ik ken hem wel. Ja. Maar zo? Ja. Alles wat we wegdrukken, komt zeker in het ontwaakproces, maar sowieso in je leven op een gegeven moment voor je te staan. En dan zeggen we hebben crisis. Maar eigenlijk hebben we feest, want we kunnen het hart gaan openen voor
alles wat zich aandient. En dat doet het. Maar we zijn zo gewend en al heel erg lang om die dingen allemaal weg te drukken. En je hebt een bepaald temperament als bepaalde enneagramteken. En als dat een poef is, ja. It happens. Het hoeft niet weg, hè. Maar het wil er mogen zijn. Echt mogen zijn. Ja. En meestal komt er daarna in ons angst voor afkeuring, angst voor afwijzing. En dat is wat we gewend zijn. Als we het zo doen, dan gebeurt er dat. Maar dat is van de ander. Die is lastig. Die vind ik lastig, ja. Wat is er lastig? Dat ik dat niet... ergens besef ik dat het iets is, zonder in het verhaal te gaan, waar ik lang geen antwoord op heb gehad en toen wel een antwoord op heb gehad en dat antwoord heb afgekeurd, waarmee er een stuk onderdrukt is. Maar als het dan naar buiten komt, komt het altijd op een moment dat het niet bij diegene past die het, zeg maar, ontvangt op dat moment. Mm-hmm. Of dan, ja. Nou, dat vind ik heel erg lastig. Ik zo gemeen van mezelf. Ja. Zet de deur wagenwijd open voor dat stuk. Dat vind ik erg moeilijk. Ja, maar weet je, het gemeen zijn komt niet voort uit dat iemand gemeen is, maar uit eigen pijn. Klopt, ja. Het is ergens, komt ergens. Het is er, weet je. En het lastig is het idee van er is een ik en er is een jij. En het is een ik die jou iets aandoet. Het is eigenlijk dezelfde als dat er een jij is die mij iets aandoet. Forget it. Het is niet waar. Het is in die zin waar dat op persoonlijk niveau ervaren we dat zo. En hebben er ook mee te dealen. Maar als ik dan in mijn verhaal ga zitten en jij in jouw verhaal, dan krijgen we een hele toestand. En als je vanuit wakkerheid kijkt naar de situatie, dan gebeurt er iets. En dan komt dat voort uit een pijn in iemand. En that's it. Bezorgt het bij jou of bij jou of bij mij pijn, dan wordt er in dit systeem iets geraakt. En that's it. Meer is er niet aan de hand. We zijn ruimte in ruimte en die ze hebben allemaal van die lijntjes met elkaar. Hop, hop, hop. En dit raakt en hier raakt en daar gebeurt dit en daar gebeurt dat. En je kunt het er gewoon doorheen laten gaan. En soms gebeurt er dit. En als we dat van persoon naar persoon doen, dan hebben we alweer een probleem en een conflict. En dan moet jij eigenlijk wel veranderen. Want dat is niet oké wat jij doet. En dan zeg jij, nou bemoei jij je even met je eigen zaken, want jij doet dat en dat en dat. Nou, het is compleet een drama, toch? Mm-hmm. En in wezen wat er gebeurt, is dat er gevoel is hier en dat krijg je een uitweg en dat komt er op een rare manier uit. En wat er eigenlijk alleen maar gebeurt, is dat het gevoel gezien wil worden. Dat is alles. Dat is echt alles. En als we dat met z'n allen zouden leren, gewoon alleen maar voelen. Dan smelt de wereld een beetje. Ja. Gaan de schilletjes er wat af. Laat smelten.
Laat smelten. En er kan een periode aankomen waarin je heel veel huilt. That's it. Dan is dat het. Het kan zijn dat het hiermee over is. Dan is dat het. In ons hebben allemaal boosheid, verdriet, angst. Al deze dingen zitten er. En het enige waar het om vraagt is dat het er gewoon mag zijn. Gewoon mag zijn. En als je dat kan laten gebeuren, dan kan het wel zijn dat je iets hebt gedaan, gezegd, beleefd, wat naar de ander toe niet oké is. En dan zeg je, het spijt me. En je haalt het weer naar jezelf. Want het is vervelend als het aankomt bij een ander. Maar het is niet van jou wat aankomt bij een ander. Het is natuurlijk fijn als je zacht bent, smelt en iedereen zich in jouw omgeving alleen maar happy voelt. Maar dat is ook een teken dat het in jou zacht is en smelt en mensen, jij je happy voelt. Als daaronder boosheid komt, dan komt het op een gegeven moment pang, pang, er tussenuit. Daniel Loewis heeft een uitdrukking daarvoor. Als je verkleden als schaap, komt de wolf nu naar. Dus als je aan de buitenkant, en dat hebben we allemaal geleerd, als je aan de buitenkant dat fijne laat zien en het ander wegdrukt, dan komt er de komende situaties waarin je dat naar buiten komt. Dat is niet anders. En er is niets mis mee, met wat er dan ook maar is. Helemaal niets. Het is er. Maar het is van jou en van niemand anders. Het is niet van je vader, niet van je moeder. Het is niet door je ex. Het is niet wat dan ook maar. Dat zijn spelers in je film. Maar het is in jou waar het beleefd wordt. En waar het ontvangen kan worden, of niet. Maar waar het gewoon is, simpelweg. En als je leert om niet weg te drukken en alleen maar te voelen dat dit het is, dan komt het ruimte en dan smelten die kleine ik-stukjes van pijn en angst en woede. En niet dat het weggaat voor altijd, dat het nooit meer iets terugkomt, maar het wordt meer om naar te kijken en minder om je mee te identificeren. Zijn met wat er is, is zijn met wat er is. En als dat fijn is, dan is dat fijn. En als het anders is, dan is dat het. En je bent ook niet op zoek naar een constante happiness. Je bent niet op zoek naar geluk. Dat is de verwarring in deze tijd. En misschien al heel lang. We denken dat we gelukkig willen worden. Wat we echt willen is zijn met wat er is. Met wat er werkelijk hier is. En dat je je tevreden en goed voelt in wat er dan ook maar is. En dat is de enige constante factor. Dat je kan zijn met wat er is. Zonder identificatie, zonder ermee aan de haal te gaan, zonder oordeel. Zonder whatever. Het is er.
En wat wij gewend zijn, is om al die dingen die hier zijn weg te drukken en ons sociale leven op te pakken. Weer verder te gaan. Snel, snel. Of om wat daar buiten speelt als een groot drama neer te zetten. Van wat daar gebeurt, wat hier wordt aangedaan. En ook andersom, zoals je nu hebt ervaren. Van wat ik heb gedaan, schuld, schuld, mijn schuld, voor, naar de ander toe. En in wezen is er never, nooit een ander. Het is echt zo wezenlijk om te ervaren dat wat in jou is, alleen in dit systeem gevoeld wordt. That's it. Makkelijk is het soms om het anders te zien. Er zijn misschien op je werk of waar dan ook mensen die je absoluut niet mag. Maar je denkt, nou zeg. Dat is een menselijk trekje. Dat hebben we soms. En dan is het heel bijzonder als je je realiseert dat diegene ook thuis komt. Waar dan een vrouw en kinderen of man en kinderen zijn die weer heel blij zijn dat hij gewoon thuis komt. Dus in wie zit het probleem? Is het die man of die vrouw? Zijn gezinszin vindt waarschijnlijk van niet. Die zegt, ah, fijn dat je er bent. Maar iets in jou wordt getriggerd door die persoon. Maar dat is niet van die persoon. Dat is van jou. Dat vindt in dit systeem ergens plaats. Dat is van niemand anders. En als de wereldleiders dat eens zouden zien, zag de wereld er anders uit. Als jij en ik en ieder ander dit zou zien, zag de wereld er anders uit. Want dan kun je namelijk niets en niemand nog de schuld geven van wat er in jou raast. Verdriet is, bang is, of wat dan ook maar. En wat er dan ook maar in je raast, of verdrietig is, of dat is oké. Dat is oké. We hebben allemaal onze rugzak. En die af en toe opent en dan is er weer iets. Ah, dat is oké. Nee, zegt het ik, dan is helemaal niet oké. Ik wil dat niet. Ik wil mij goed voelen. Ik wil me nu eigenlijk goed voelen. Ik wil gelukkig zijn. Dus druk ik wat hier is weg. Zet het masker ervoor. En ga weer verder. Dat is wat we doen. Niets mis mee, maar dat is wat we doen. En dat is eigenlijk ook waar het steeds over gaat, de doener in ons. De doener die bezig is om dingen weg te drukken, om zijn hele leven mee te sjorren, om zich zorgen te maken over wat, met wie en hoezo en de toekomst en hoe laat. En daar zijn we de hele tijd druk mee, die doener die van binnen zit. Het hoeft nog niet eens de uiterlijke doener te zijn. Hè? Het hoeft niet degene te zijn die opstaat en de vaat gaat doen of de eten gaat maken. Maar de doener van binnen. De drukte maker. Die vindt dat al dat gedenk dat hij of zij dat is. Die. En die doener. Dat is niet wat je bent. Dat is wat gebeurt. En het niet doen heeft dus niet zoveel te maken met geen actie, maar wel met je niet identificeren. Alleen maar waarnemen. Dat is niet doen. Vaak als je in satsang bezig bent, dan komt er een moment dat je denkt van ja, maar
Als het zo simpel is, dan hoef ik dus niks meer te doen. Nou, het antwoord is ja en het antwoord is nee. Want dan komt er ook gelijk van, ja, maar dan kan ik niet meer werken. Jawel, je kan alles. Maar de doener van binnen, de innerlijke doener, die drukte maker, die zijn hele leven meesjouwt en alles wil regelen voor de toekomst en zich vast zorgen maakt over straks en nog zorgen over wat is geweest. Die drukte maker, die kun je doorzien. Die is er, maar het is niet zo vreselijk van belang. De doener die denkt van, oh god, 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 nou heb ik iets fout gedaan, dan moet ik weer recht zetten. Weet je, die hele in ons. Die doener, de ik-persoon, ik-denken, die is in het grote bewustzijn. Ik noem het gewaarzijn. Er zijn heel veel woorden voor, hè? Dat is ook wel verwarrend. Omdat er eigenlijk niet, je kan het niet duiden. Het is zo groot, je kan het niet duiden. Het is het oneindige, het is het al, het is het niets, het is God, het is Allah, wat hebben we allemaal nog meer. Het gewaarzijn, bewustzijn zeggen ze ook wel. Vind ik helemaal een lastige, want bewustzijn wordt voor 188 dingen gebruikt. Ik noem het gewaarzijn, dat wat waarneemt. Ons ik, zoals wij hem dagelijks leven, beweegt daar gewoon in. Het ik heeft gewaarzijn nodig. Zonder dat zijn we hier niet. Zonder voelen wil het misschien nog. Zonder zien wil het nog. Zonder horen wil het nog. Maar zonder waarnemen is er geen bewustzijn meer. Helemaal niet. Dat is ook altijd de moeilijkheid met coma. Wanneer is er nog bewustzijn, wanneer niet? Dus het ik heeft, leeft in het grote geheel, in het gewaarzijn, in het al, in het niets. Maar het niets of het al heeft geen ik nodig. Dat is er. Altijd. Dat is niet afhankelijk van of ik hier als Rita zit of niet. Het is die hele grote, ja, er is niet een woord voor, dat hele grote niets, dat hele grote al, dat gevulde niets, dat heeft geen Rita nodig om te bestaan. Maar Rita heeft wel het grote niets nodig om te bestaan. Daarbuiten is het niks. Het niets is oneindig. Is oneindig. En dus vormloos. En niet te vatten voor ons brein. En als iets oneindig is, dan is het dus overal. En dan betekent het dus eigenlijk ook dat wat wij waarnemen als materie, als persoon, als bossen, als bomen, als stoelen, als vloerkleed, dat is allemaal in het oneindige. Dus alles wat jij denkt, wat ik denk, wat jij denkt, komt uit het oneindige en is het oneindige. Het is wel heel prettig om je te realiseren dat wat je denkt gewoon uit het niks komt en daar ook weer naartoe gaat. Zoals wij uit het niets komen en daar ook weer naartoe gaan. En
Een hele andere metafoor is die van de oceaan. Wij zijn de golven, maar we blijven uiteindelijk de oceaan. En soms golft ons leven heel hoog, of soms kabbelt het leven een beetje. Hop, 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 hop. En dan hebben we weer hele grote golven. Maar wat er ook gebeurt, je valt altijd terug in de oceaan. Niks anders. Dat ben je, dat blijf je. En soms is het woem, komt de storm en dan gaat hij weer liggen. Dan kabbelt het leuk. En soms is het helemaal vlak. En wat er ook maar is. Het valt altijd terug in de oceaan. Altijd. En zoals wij geboren worden. Als lichaam. En weer doodgaan. En voep, weer in de oceaan gaan. Maar zo ook komen gedachten daaruit voort. Emoties. En alles valt terug in het grote geheel. Als wij ons er niet mee bemoeien, dan gaat het erdoor en gaat het weer weg. Maar we zijn zo gewend om ons ermee te bemoeien. Met wat er door ons heen gaat. En zo niet gewend om alleen maar waar te nemen. Dat het druk is in het hoofd. Ja, en? Of dat we verdrietig zijn. Ja, en? Laat zijn. Omarm. Als mens heb je al die dingen. Het hoort erbij. En ergens is het idee, het waanidee ontstaan dat er een moment moet komen waarop dat allemaal weg is en waarop we gelukkig zijn. En dat lopen we het hele leven achterna. And it's not going to happen. Een moment, maar dan moet je weer druk zijn om het vast te houden en dan word je weer bang dat je het verliest. Het is simpelweg zijn. Simpelweg. Dit. Simpelweg zijn is ook geen heilig iets. Als er heel veel plezier is, dan is er dat. Als er pijn is, dan is er dat. Het is eigenlijk zo simpel. En het betekent ook niet dat je afstomt. Zo van, oké, wat daar is, is niet van mij, dus zoek het maar uit. Integendeel. Als je je hart kan openen voor je eigen emoties, voor wat werkelijk in jou is, dan is je hart open voor het verdriet van iedereen. Maar dan hoef je het niet vast te pakken. Maar je mededogen wordt groter en groter en groter. Want wat wij gewend zijn, is ons hart te openen op het moment dat het redelijk veilig is hier onderin. Oké, het voelt goed, we kunnen openen. Lekker is het hier, zeggen we dan. Maar dan gebeurt er iets of komt er iets en dan, bop, dan gaan we weer dicht. Terwijl als er iets gebeurt en je blijft open met heel je hart en met al je emoties aanwezig in wat er is. En hou je hart gewoon open. Huilend, trillend of wat dan ook maar. Hou je hart open. En als het hart open blijft en open blijft en open blijft, dan kan het niet zijn dat er ook maar iets buiten je is wat niet binnenkomt. Het komt binnen. Alleen er is geen ik meer die ermee aan de halen hoeft te gaan. Met mededogen van de wereld,
van met anderen is groot. Groter dan wanneer je je eigen verdriet wegstopt en... Nou, wat we dan soms kunnen doen is... Oh, het gaat niet zo goed met jou. Dat vindt het ego dan wel weer fijn. Terwijl in wezen... Het gaat altijd met iedereen zoals het moet gaan. Altijd. En als je van iemand houdt en die heeft pijn, dan doet je dat pijn. Dat is logisch. Dat gaat je, dat snijdt je door je ziel. En stopt dat niet weg. Dat is een moment weer om verder te smelten, te smelten, te smelten. En er kan een neiging zijn om een soort van spiritueel perfectieplaatje eroverheen te leggen van oké, dit is van mij, dat is van jou. En ik snap dat dit jouw proces is. Pwah. Breek je hart. Breek, breek, breek. Voel wat er gebeurt in je. Alleen maar dat. Laat zien aan de ander ook waar het kan. Niet als nieuwe ego-truc van kijk mij eens goed zijn. Maar wel als ik weet het ook niet. Maar daar komt het meestal op neer. We weten het ook niet. We hebben veel pijn en we weten het niet. En niet weten schijnt een van de ergste dingen te zijn. We worden zo grootgebracht met het idee dat we moeten weten. En we weten niks. Nada. Het is denk ik tijd dat we dat met z'n allen maar eens gaan toegeven. Dat we niet weten. En bang zijn. Naar aanleiding van het begin... Ik zag een tijd geleden een YouTube-filmpje, misschien kennen jullie hem, van een scène bij een kapperszaak in een zwarte wijk. Kennen jullie hem? Nou, er komt een man binnen met zijn vriendin en hij gaat geknipt worden. En er zitten op de bank te wachten alleen maar donkere mensen en dat blonde meisje als vriendin van die man. En toen de kapster, die knipt die man en die begint met hem te flirten. En hij wordt wat ongemakkelijk en zegt, ja, maar dat is mijn vriendin. Wat? Die witte? Zeg van, nou, je weet toch wel dat je beter kan krijgen. Je bent gewoon hartstikke mooi. Je weet toch wel dat je vrouwen als mij kan krijgen. En die... Ze hoeven toch niet zo'n witte. Dat heb jij toch niet nodig? Wat is dit nou? En de mensen die naast haar op dat bankje zaten, die hadden zoiets van, wat horen we nou, want het ging hard door die zaak heen. En één iemand die zei tegen haar van, niks van aantrekken hoor, die spoort niet. Nou, dat wisselde wat van publiek en op een gegeven moment begon er iemand van de bank van de wachtrij tegen die kapster zo van, nou is het wel genoeg geweest, nou is het wel klaar. Wij hebben gehoord wat je zei, het is wel goed zo. En hoezo dan? En we waren toch allemaal donker onder elkaar en wat doet die witte hier? En nou, dat ging maar door. En toen stond er een andere mevrouw op uit van het bankje, een oudere mevrouw, die had de hele tijd niets gezegd. En die ging naar die kapster toe en die zegt, kom eens hier. Wat jij nodig hebt is een huk. Iets in jou die dit doet moet zoveel pijn hebben. Kom maar hier, kom maar hier. En die wiegt haar. En daar gaat het eigenlijk om. Dat je degene die zulke idiote dingen doet op zo'n moment, alleen maar ziet als degene die iets nodig heeft. Die heeft een huk nodig. Dan doet iemand niet zomaar, dat komt uit pijn. Dat komt ergens vandaan. Ik vond het een prachtig filmpje. Het is in scène gezet hoor, maar een prachtig filmpje.
Ook hoe die vrouw dat zei van, ach kind, kom hier. Kom. Als je zo doet, dan heb je een hulp nodig. En dat is waar. Als je dat soort dingen uitkraamt, dan heb je een hulp nodig. En meer dan dat. Dan heb je nodig dat je de pijn die hier onderin zit, of bovenin, weet ik veel waar het zit, dat je die gaat voelen. En zo is het met al onze stukken. Het is niet alleen van die vrouw zo, dat is ook in ons zo. Omarm het. Het wil gekoesterd. Het wil gezien. Het wil smelten. Het is eigenlijk één grote roep van het leven. That's all. Wat niet betekent dat we op persoonlijkheidsniveau nu iedereen waar we een pesthekel aan hebben maar moeten gaan huggen. Dat geeft trammelant. Ik zou het niet doen. Of die hele vreemde dingen doen die je, oh kom maar. Dat is niet de boodschap. Maar de boodschap is wel om te blijven openen voor de pijn van de anderen. De pijn die je daar ziet is de pijn die hier is. Nergens anders. En zo ook anders, hè? Zo ook de mooie dingen die je buiten ziet. Dat zijn de dingen die ook bij jou van binnen zijn. En in wezen is het zo ook met satsang. Het feit dat ik hier zit te vertellen is niet omdat ik zo geweldig ben, maar omdat jullie gewoon in jezelf dit zijn. Niks anders. Ik ben niet jullie buitenwereld. Jee. Het leven heeft je hier neergezet en het leven laat mij praten en het leven laat jou ontvangen en mij ontvangen. Er is geen leraar-leerling. Echt niet. Never. Want dat zou betekenen dat hier twee zitten. Of negen. Het is één. Het is één beweging die hier plaatsvindt. Eén leuke stroom. Ja. Dat voelt fijn, dat meegaan voelen. En wat er ook opkomt is dat ik dan geen identiteit heb. Dat ik dan niemand ben. Yo! Nee, niet yo! Want dan denk ik... Ja, niks. Ik weet niet dan wie ik dan nog ben. Voel maar. Voel maar dat dat er is. Dat is eng. Ja. Vliegen op de muur of zo. Ja. Helemaal niks. Nee. Maar vinden jullie me dan wel leuk? Dat, ja, maak ik me zorgen over. Ja. Alle zelfbeelden gaan aan diggelen. Ik moet leuk zijn. Ja. Ik ben gewoon niet. Ik ben zo.
Ik ben de harde werker. Ik ben zus. En we klampen ons zo vast aan onze identiteit, aan ons ikje, aan ons zelfbeeld. En we hebben heel veel zelfbeelden. Ja. Het is doodeng om het los te laten. Waarom? Voel de angst. Voel het door je heen trillen. We weten niks. Maar jij bent wel leuk. Ik ben hartstikke leuk. Nee, maar ik doe maar. Ja. Dat blijft wel ook wel. Ja. Voel. Voel dat er zo'n angst is om dat los te laten. Als je alleen maar gewoon volgt, als je alleen maar je emoties toelaat. Mm. Wat komt er dan van mij terecht? Nou, de boodschap is al je hele leven lang, er komt niets van je terecht. En dat is eigenlijk nog net de boodschap van het leven. Er hoeft niets van je terecht te komen, want je bent al lang niets. Het kan bijzonder lijken dat ik hier niet op reageer, maar dat komt goed of het is dus. Maar het hoort erbij. Het hoort erbij op het moment dat je je zo realiseert van, ik kan gewoon alles toelaten. Ik kan hier gewoon maar zijn. Maar wat is er dan nog? En dan komen angst over, wie ben ik? Wat moet ik hier dan doen? Wat heb ik al die tijd zitten doen? Al die angsten komen. En het enige wat er te doen is, is voelen. Voelen. Want op juist die hele diepe angsten van, ik heb geen nut. En dat is precies wat we ons hele leven proberen te voorkomen. Wij willen alsmaar iets worden en iets zijn en niet zijn. Ja, daar kwam je toch niet voor. Je moet je hele leven je best doen om iets te zijn. En dan kom ik vertellen dat je gewoon niets bent. Net als ik en ieder ander. Dat hele ego en dat hele identiteit gebeuren met het ikje. Wat van alles is en vindt en zal en moet. Nou, daarvoor stelt. Maar nee, ik niet zeg dat jij niet belangrijk bent als persoon. Juist wel. Maar we stellen. Als ik die de controle wil houden. Na daarvoor. Laat toe die angst. Gewoon. Het zijn onze diepste angsten die ons steeds weer in onze patronen drijven. Die ons steeds weer in ons doen, controle laten gaan. En het niet weten. Eigenlijk niet weten wie je bent, wat je bent, wat je komt doen. Dat is zo eng. Dan heeft het ik niks te doen.
En wie ben ik dan nog? Dan ben je in wezen zo kwetsbaar. Zo. Geen maskers meer. Niks om je achter te verbergen. Alleen maar zijn. En het bijzondere van kwetsbaarheid is niet dat het kwetsbaar... Kwetsbaar zijn is niet iets om bang voor te zijn. Kwetsbaar zijn is zijn met wat er is. En als je kan zijn met wat er is, dan kan er alles gebeuren, maar maakt het niet uit. Dus de kwetsbaarheid die we in gedachten hebben, die is er dan niet meer. Dan is kwetsbaarheid eigenlijk alleen maar schoonheid en liefde en rust. En niet weten. En niet regelen. Simpelweg zijn. En er hoeft niets gefixt te worden. Als je bang bent, ben je bang. Nou en. Als je blij bent, ben je blij. Nou en. Als je helemaal happy bent, ben je helemaal happy. Nou en. En dan komt de angst van, ja maar, wat dan? Wat is er dan nog? Als blij zijn, verdrietig zijn, boos zijn niet uitmaakt, wat is er dan nog? Wat blijft er dan over? Ben je dan nog wel heel erg blij als je op retraite gaat? Ben je dan nog wel heel erg blij als je iemand ziet van wie je houdt? Ben je dan nog wel heel erg diep verdrietig als er iemand bij je weggaat? Dus daar afscheid van nemen, van dat drama in ons, van die diepte en die hoogte, dat is een lastige. Want daar is het ik zo giga aan verslaafd. Die wil dat zo graag. Helemaal happy voelen of helemaal verdrietig is ook fijn. En als je vanuit waarnemen leeft, dan is er een tevredenheid. En is het goed. Whatever happens. Maar daar zit ook eindelijk de rust die we zoeken. Dat het gewoon goed is. Ik wil gelukkig zijn, denkt hij. Altijd. Kun je dan eigenlijk nog wel verliefd worden? Op het leven. Ja. Ja, op het leven. Ja. Op personen weet ik niet. Dat is me nog niet echt gebeurd. Op leven wel. Er zijn momenten dat mensen mij vragen, ben je verliefd? Nee, niet op een iemand. Maar
het leven op zich is zo liefdevol, is zo mysterie. Ja. En als je in dat mysterie leeft en je ontmoet iemand van wie je houdt. Misschien gaan de oude triggers aan en wordt het weer verliefdheid, maar het is niet belangrijk. Niet belangrijk of degene er is of niet. Het leven op zich is waar je voor komt. En dat verlangen is er. Wat ik steeds bij je voel is dat verlangen zo groot. En het weten ook. Zo groot, zo dichtbij. Maar dat hart dat trilt erin en laat hem trillen. Laat hem. Laat hem trillen. Zodat het open en open en open kan gaan voor wat leven is. Dat is heel gauw een volgende egotrip. Van ach, wat vind ik iedereen lief. Het verliefd zijn op leven heeft niks met mensen te maken. Maar leven zoals het zich aandient. En mensen zijn dan zoals ze zijn. Sommigen spreek je aan, anderen minder. Dat is niet zo van belang. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook niet het ja. Juist, nee, want dan kom je in een soort van bliss van, oh, iedereen om de hals vallen van fijn. Dat is ook oké. Nee. Maar de essentie is dat leven op zich, met alles wat zich aandient, wow is. Echt, wow. Als je al die trillingen door je heen voelt gaan, zonder dat dat label verdriet of boosheid of dit of dat krijgt, dan is dat leven. Die gaan leven wat hier steeds doorheen trekt. En dan brengt het mij als persoon op plekken en met mensen in contact. Wauw. En dan zet ik me af en toe weer met mijn beide benen op de grond, in de modder. En dan denk ik, wauw. Toch? Dat is wat er gebeurt. En het is prachtig. Dus op zich is het. En dat weten we, dat weet jij. Je weet van binnen, daarom raakt het je. Je weet en je verlangt ernaar, naar die grootheid en die volheid van leven. Dat echt leven. Met een open hart. Whatever happens. Daar verlangen we naar. Dat het gewoon goed is. Verliefd of niet verliefd. Het wachten op de partner die je gelukkig maakt, is dan veel minder aan de orde. Misschien niet weg. Misschien heel fijn om naast iemand te leven met wie je dit kan delen. Maar als de ander jouw vervulling wordt, dat betekent dat je een diep gevoel hebt van ik ben niet heel.
En we verwarren heel vaak ons diepe verlangen naar rust en liefde met een diep verlangen naar een partner die het dan moet invullen, aanvullen, opvullen, vervullen. En er is niks mis met een partner hebben, hè? Integendeel. Maar daar waar de partner je angsten weghoudt of je leegte moet vullen, is ook oké. Maar als je wakker wil leven, is het fijn om dat te gaan doorzien. En in jezelf de eenheid te vinden, zodat de ander dat niet hoeft te doen. Waardoor de ander best kan blijven, maar jullie uit je beide patronen stappen. Dan is die ander niet meer dat object die jou stoort of jou vervult. Want wij zijn gewend de relaties uit te gaan van object naar object. De ander is object en dat object wat lijkt in aanvang zeker te zijn dat wat jou vervult. Dus hebben, houden, vasthouden. En meestal gaat dat niet goed, want op den duur komen je beide patronen tegen. Leef je te veel in? Ga je op je tenen lopen? Trek je je helemaal terug in jezelf, in je depressie of in afzondering? Of hou je het helemaal goed? Maar heb je ergens het gevoel van het leven is meer? En het komt maar niet, en het komt maar niet, en het komt maar niet. En dan kan het zijn dat er een moment is dat je denkt, wat wil ik echt? Wat wil ik echt? Wat wil je echt? Wat is je diepste verlangen? Wat wil je echt? Wil je een weekje rust? Wil je een man die je ondersteunt en een beetje helpt? Allemaal goed. Maar als je dat hebt, wat bied je dat? Als je nu je voorstelt, wat wil je echt? En je stelt jezelf daarna de vraag, als ik dat heb, wat biedt me dat? En als je daar weer op kan vragen, als ik dat heb, wat biedt me dat? Dan kom je uiteindelijk of al direct uit met wat je werkelijk wenst, is rust en liefde. Dat is onze allerdiepste, diepste, diepste wens. Rust en liefde. En liefde van persoon naar persoon biedt maar zelden rust. Het biedt alle mogelijkheid om te ontwaken, maar het biedt maar zelden rust. Het biedt misschien enige veiligheid, oké. Maar de diepe innerlijke rust die je zoekt, het is goed zo, klaar. En is misschien binnen je relatie oké, maar dan is het wel werk. Of een andere plek waar de onrust heerst. Dus de diepste vervulling komt nu niet, dan niet en nooit niet van buiten. De diepste vervulling komt door het doorzien van dat het allang oké is. Dat je kan zijn met alle emoties die er zijn. Met alle gekke fratsen die je in je hebt. En dat dat het is.
Freedom is just another word for nothing left to lose. En dat is waar het over gaat. Als je geen ik meer hebt om kwijt te raken. Je angsten hebt doorvoeld, doorleefd. Kan laten zijn. Is er geen verlies meer. Dat is de enige vrijheid. Dat is waar je rust vindt en waar je liefde vindt. Met grote L. En waar je verliefd kan zijn op het leven. Misschien is het een mooie om mee te zijn de komende avond en nacht tot morgenochtend. Wat wil ik echt? Wat wil ik echt? Het hoofd heeft zo'n makkelijk antwoord, maar laat hem in je vallen. Als een kwartje die rimpels geeft in dat vijvertje daaronder.